Hallo allemaal, ik ben Nathalie. Ik ga weer vandaag een heel leuk verhaaltje voorlezen. En het gaat over een pissebed en een kakkerlak. En het verhaal heet Poeperlak en Plassebed. In een heel warm land, in een hele grote stad, stond een heel oud huis. Het was gebouwd van scheve planken waar verroeste spijkers uit staken. De keuken van het oude scheve huis was viezer dan vies. Overal lagen etensresten en de vloer was vet en plakkerig. In een van de muren zat een gat, waardoor je naar buiten had kunnen kijken als er geen grote steen voor was gelegd. In die vieze vette keuken woonde meneer Kakkerlak. En onder de grote steen woonde mevrouw Pissebed. Meneer Kakkerlak en mevrouw Pissebed vonden elkaar heel aardig. Als ze toevallig een oude krant in de vuilnisbak vonden, bespraken ze samen de toestand van de wereld. Op een dag zagen ze in de krant een foto van een prachtig kasteel. Als ik dat zie, begin ik naar een ander leven te verlangen, zei meneer Kakkerlak. Een ander leven? Vroeg mevrouw Pissebed verbaasd. Wat is er mis met ons leven? Meneer Kakkerlak haalde verdrietig zijn schouders op. Ons leven bestaat uit scharrelen tussen vuil, vet en viezigheid. En jij denkt dat we in een schoon huis gelukkiger zouden zijn? Vroeg mevrouw Pissebed. Denken, antwoordde meneer Kakkerlak. Ik weet het. Je dromen moet je volgen, zei mevrouw Pissebed zeer beslist. Ik denk alleen niet dat iemand ons binnenlaat in het kasteel. We zien er vies uit. We ruiken vies. En we hebben zelfs vieze namen. Kakkerlak en Pissebed. Wie zit daar nou op te wachten? Meneer Kakkerlak fronste en dacht diep na. We nemen een douche en we kleden ons netjes aan, zei hij toen. En onze namen, daar verzin ik nog wel wat op, riep mevrouw Pissebed enthousiast. En zo gingen meneer Kakkerlak en mevrouw Pissebed op weg naar het kasteel. Mevrouw Pissebed belde voorzichtig aan en een heel deftig luipaard deed open. Heeft u misschien een plekje in uw kasteel voor een poeperlak en een plassebed? Vroeg mevrouw Pissebed, zo netjes als ze kon. Het luipaard dacht even na en sprak toen. Kom erin. We zijn altijd op zoek naar nieuwe diersoorten. En 's avonds aten meneer Poeperlak en mevrouw Plassebed soep van gouden borden. Samen met heel veel andere deftige dieren. De rest van hun leven bleven meneer Kakkerlak en mevrouw Pissebed in het kasteel wonen. En iedere avond voor het slapen gaan gaven ze elkaar een vette knipoog. Dat was een leuk verhaal, maar eerst gaan we even de lichtjes uitblazen. Helpen jullie mee? Ik tel weer tot 3. 1, 2, 3. Welterusten allemaal!